Wacht, moet ik nu een spannend muziekje opzetten? Ja, doe maar. Oké, doe maar. En er was wel zo'n... Ik fiets dus over zo'n heel donker pad zonder lantaarnpalen. En op een gegeven moment zag ik twee van die silhouetten voor me. Met capuchons op. Die gewoon zo haaks op de weg stonden. Die met z'n tweeën gewoon die hele weg blokkeerden. Ik wist zeker dat ik gereept ging worden. Ja. Ik spreidde me al een beetje. Dus ik kom daar aan fietsen. Ook helemaal geen lampen aan of zo. Het was echt typisch eng. Oké, dit is best spannend. Wil jij coins kopen voor jouw ultimate team? Ga dan naar vivacoinservice.com en gebruik de code FCR voor 10% korting. Als er iets fout gaat, word je gewoon via een Nederlandse live chat direct geholpen. Hey, maar die cent wijst wel lang. Je mond. Shit. Yo, what up, gasten, en welkom bij een nieuwe video. Omdat Milo zo ontzettend slecht is in FIFA, ga ik hem vandaag leren hoe je FIFA moet Shit, doen. Nee. Oké. Okay. Dat was de hele aanleiding. Kut, sorry. De meeste dient de leerling aan de hand. Ja. Ja, we moeten binnenkort tegen elkaar voor de EK Cup. Zin in? Dus eigenlijk moeten we dit daarna doen. Als je dacht dat 1-8 veel was, heb je die wedstrijd nog niet gezien? Ja, nou zeker. Die heb ik zeker gezien. We hebben nog helemaal niet opgenomen, typisch week. Wat? We hebben nog helemaal niet opgenomen, typisch week. Nee, dat niet. Oh, je hebt die 1-8 gezien. Oké, ja. Ja, maar die 1-8 heb ik gezien. Oké, was een leuke wedstrijd. Dat was een hele leuke wedstrijd. Heb je... Ik ga het niet doen. Het is heel flauw als ik nu ga vragen of je toetsen wel goed hebt staan. Dat je niet twee knoppen speelt ineens. Waarom spelen we eigenlijk met Hongarije, Milo? Ja, want die keeper daar een beast is. Kiralli. En we willen testen dat hij ook in het spel een lange broek aan heeft. Ja, dat zou iets zijn waarvan je denkt, hey, dat is heel leuk. Hey, ze spelen vandaag om 9 uur tegen België. Is dat zo? Jazeker. Oké, ik ben voor België. Ik ben ook voor België. Oké, maar ik ben nu voor Hongarije. Ik hoop dat wij een team vinden. Ja, ik denk niet dat veel mensen co-op spelen met een 3,5 ster team. Dan gaan we met Chelsea. Opponent ja. Fout, ja! 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 Mensen, ja? Vergeet vooral niet dat blauwe duimpje omhoog achter te laten. Amour duimpje. Oh, is hij zelfs met inschiet al naast. Je weet hoe fout het gaat. Shit. Nee, ik zie hem weer naast. Het zou toch wat zijn als we de... Heerlijk doeltje. Big Diego. Big Diego. Dit gaat heel erg goed. Heerlijke goal. Wat een kopstoot. Over alle schijven. Hij gaat met peppen echt heel... Nee, oh... Hij heeft hem gewoon nog steeds. Geen voordeel. Ik dacht laatste optie. Oh. Ja, oh. Ja. Nee. Oh, Costa. Wat is dit nou weer? Zakstroot. Lekker passie. Zullen we een gemiddeld Nederlands vlogkanaal zijn? En wederom vragen of mensen een duimpje willen achterlaten. Ja, mensen. Laat dan eens even een duimpje achter. Bij 5000 likes geen nieuwe video. 10.000 likes is gaan. Oh. Goed, en jammer dat hij dan... Oh, ja. Hebben we nog. Oh. Dit was bijna een hele keurige aanval. Wat precies liep volgens plan. Ja. Ik dacht ook al, prima paas. Oh, ik zeg niet dat we hem helemaal zoek spelen. Maar we spelen hem helemaal zoek. Maar we spelen hem helemaal zoek. Zoek in het bos, Sehun. Jeyun! Sehun, je bent toch dood? Ben je dood of ben je niet dood? Het zit nou ook weer van kutpa... Oh. Oh, heerlijke paas. Oh, heerlijke aanval. Degelijk. We zijn echt goed. Ja, we zijn echt heel beast. Het heeft ons ook heel slecht. Maar dat is ook waar. Maar goed, dat vertellen we niet. Die aanhaal is niet helemaal lekker, maar... Hoho, prima. Dit is heel erg lekker. Maar waarom zou je daar je keeper uit? Ja, geen idee. Ik weet het ook niet. Ja, Milo, score! Milo! Oh, dit vind ik heel lief van je. Dit vind ik heel lief van je. Ik gun hem jou. Ja, dit is heel lief. William is wel beast. William is beast, hè? Ja. Hij kan gewoon een zwemt intikken. Wat een beast. Echt heel erg. Zo, hij kan gewoon een zwemt intikken, joh. Hij houdt de rust, bewaart zijn kalmte, ja, alles. Het is net mooi. Ja, het is met. Ja, nou. Oh, ga je het weer doen? Maar ik ga hem niet teruggeven. Dat weet ik. Hoppoe! Ja, jee! Je hebt eigenlijk gescoord, Milo! Tjie! De training is compleet! Kom aan, Jacob! Zal ik even mijn raam dicht doen voor de regen? Regent het bij jou? Ja, maar kan je het niet horen? Nee. Het regent echt tyfus hard. Ja, joh. Ja. Ik wil ook dat het hier regent. Dan heb ik al die buitenspelende kutkinderen niet meer van mijn huis. Oh, nu klink ik echt zo'n hele oude vent die als... Weet je wat laatst gebeurde? Nou? Een paar mensen weten dus waar ik woon. Ja. Gingen ze een bal op mijn balkon trappen. Wat kut. Mocht ook wel, als ik heel eerlijk ben. Ik zat al te wachten, moet ik zeggen. Fucking Yannick Wild. Ja, Wildschut. Damn, Daniels op rechtsback. Anders zou ik even tweeten, ga je iemand kopen spelen met 3-sterren team? Nee, ik denk niet dat het werkt. Of we kunnen ook gewoon Nederland doen, omdat we nu geen Nederland hebben. Oh, België en Nederland is ook goed. We hebben geen Nederland op het EK, dan moeten we het nu hier doen. Precies. Robin, is zijn rating lager nu, hè? Ja, 89. Dus ja. Oh. Oh! Oh! Weer gewoon bijna in de eerste minuut. Ja, we zijn zo goed ook eigenlijk, hè? Oh, het is ongelooflijk. Oh! Vincent! Oh. Oeh! Vincent! We spelen tegen Engeland. Ik heb Engeland shirt aan, dus dat is heel ongemakkelijk. Oh, ik heb Duitsland shirt aan. Leuk feitje. Niet echt relevant, maar wel goed om te weten. Wel leuk gewoon. Hey, top man.
dit spelen we zo heel goed uit. Oh. Oh! Moeder, pak het fototoestel! Ja, ja, ja! Moeder, pak het fototoestel! High five! Yeah! Ja! Oh, heerlijk. Wat zijn wij goed, hè? Ja. Oh, ja. En meenemen. Meenemen! Meenemen! Heerlijk! 2-0! Zo! Oh. Wat? Dally Alley! Gast, dat was echt ziek geweest. Als hij hier was gegaan, dan hadden we gewoon verloren. Ja. Hadden we moeten rage quitten. Ja, twee eigen doelpunten en klaar. Oh, first time fake shot. Oh. Vincent! Jansen! Vincent! Oh, nee! Oh, die was heel lekker geweest. Die was heel lekker geweest, maar... Is hij links? Weet ik veel. Wat? 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 Dit deed ik echt niet, hè? Nee, ik zag het. Eh. Ja hoor. Ja Jeffrey. Hoor. Jeffrey. Jeffrey. Wij zijn niet bang. Wat Bruma. Wir sind nicht, wir haben keinen Angst. Weil Bruma daarbij is. Ik slecht zeg. Oh, ben ik slecht. Ja, had je eigenlijk hard en laag. Ja, dat doen. Was de bedoeling, maar ik tikte één keer te lang. Met Jetro. In de metro. Oh! Nee! Die was heerlijk geweest. En dan ja, dat, en dan, ja, en dan een volley. Wist je dat Koen, die heeft zo'n poster van Daily Blind in zijn kamer hangen. Terwijl ik zoiets heb van, ja, hij is helemaal niet zo, hij is wel goed, maar niet zo heel goed. Hij is echt fucking fan van Daily Blind, ik weet niet waarom. Wie? Ja, Koen. Nee! Hij gaat het doen, hè? Hij gaat het echt doen. We zijn nu een beetje shit aan het chatten. Zo gisteravond was het echt tyfus eng. Ik fietste dus naar huis in mijn eentje. Ja? En er was zo'n... Wacht, moet ik nu een spannend muziekje opzetten? Ja, doe maar. Oké, doe maar. En er was wel zo'n... Ik fietste over zo'n heel donker pad zonder lantaarnpalen. En op een gegeven moment zag ik twee silhouetten voor me. Met capuchons op. Die gewoon zo haaks op de weg stonden. Die met z'n tweeën gewoon die hele weg blokkeerden. Ik wist zeker dat ik geweept ging worden. Ja. Ik spreidde me al een beetje. Dus ik kom daar aan fietsen. Ook helemaal geen lampen aan of zo. Het was echt tyfus eng. Oké, dit is best spannend nu. Stond daar gewoon een beetje te praten. Ik fietste er gewoon langs. Oké. Okay. Dat is echt een hele grote anticlimax. Ja, maar daar was ik best wel blij mee. Oh, als het niet anticlimax was geweest, was hij dus gewerkt. Kijk, ik ben voor veel te poren, maar dat net is te ver, weet je wel. Je bent veel te poren, maar het liefst niet als mensen in je gaan poren. Nee, tyfus eng. Wacht heel even hoor. Wat? Ja? Lijkt net of iemand buiten mijn naam aan het roepen was. Nou, nee. En dan heb je wel gemist dat Jamie Vardy echt heel gemeen tegen Jasper Sillissen deed. Oh, godverdomme Jamie. Moet je maar even terugkijken in de video. Dat ga ik zeker terugkijken. Maakt niet uit, joh. Oh, wow. Wow, rustig, Jamie. Of naar huis fietsen. Oh. En ik dacht dat ik mijn naam hoorde buiten. Wat heel eng is. Ja. Maar mijn vader doet dat dus heel vaak. Die gaat, die komt dan opeens komt hij langs, zeg maar. Goh. Ja, 3-1. Goal, trouwens, let's go. Ja, heerlijk. Maar, ga verder met je wel. Ja, dat komt mijn vader dus. Dan hoor ik opeens, Raoul. Wat is dat nou weer? Raoul. Dus ik kijk naar buiten, staat hij daar. Ja, ik denk, ik ben in de buurt, kom even koffie drinken. Ik zeg, wat in godsnaam in de buurt? Je hebt hier echt helemaal niks te zoeken. Nee, ik was gewoon een motor aan het rijden. En ik denk, nou, ik rijd naar jou toe. Ik zeg, nou, dat zal iets heel anders dan in de buurt zijn, maar oké. Okay. Komt hij onaangekondigd langs. Zij zei, ja, komt eruit. Okay. Ik zeg, nou ja, er zitten nu 20 mensen in mijn woonkamer. Maar kom erbij. Maar hij belt er nog niet even aan of zo? Nee, hij belt ook niet van tevoren of zo. Hij belt niet aan. Nou, hij begint gewoon buiten te schreeuwen. Ja, Raoul. Ik zeg, wat? Ja, nou, bijzonder man. Maar ja. Jouw vader doet ook gekke dingen. Dat neem ik niet waar. Nee? Nee joh. Wat is dit dan? Nee, niet doen! Ja! Dit is heel erg lekker. Twee kale koppen niet te stoppen. Maar had ik zowel de voorzet als de goal. Ja? Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Je hebt me niet meer nodig. De training is geslaagd. Ja, de training is voltooid. Luciano! Oh. Vincent! Dit is fucking beast, dat is maar goed in het echt. Ja! Let's go! Let's go, Don! Ron, naar de camera. Oh nee. Hij is zelfs te langzaam om daar gewoon op tijd te halen. Oh, hij is echt ziek goed. Ja, hij is echt goed, hè? Milo, je training is geslaagd. Yes! Je bent de Pokémon meester. Ja! Joejoe!